Lief mannen, zeg eens niet. Hey, we zijn nu in de lift. We gaan wandelen. Oh jongen, die toren zie je nog. Alsjeblieft. Oh, wacht, zie je die toren nog? Ik ga eens testen, hè. Nee, hij ziet er niet meer. Nee, was hem. Ik zie hem van hier. Ik zie hem op mijn vlog toch niet, als ik zo sta. Wacht, hè. Als ik zo doe. Nee, ik zie hem niet meer op mijn vlog. Hoe kan dat nu, Steven? Ik zie letterlijk. Je hebt hier die bomen. Daar. En daar staat een toren achter. Zie jij die toren op dat beeld? Nee, ik zie die niet. Mag ik zien? Zie, als je dat zo houdt, dan zie je een toren toch niet. Ja, wacht, hè. Jawel, is dat niet hier? Nee, dat is dat huis dat daar staat. Of dat hek, dat kan ook. Ik zie hem toch, zie je toren. Zie je het daar? Ja, maar van ver zie je dat niet meer. Dus, ik mag vloggen. Hey, niet over discussie gaan, hè, Jezus. Oh, mijn gat jukt. Welke, rechtdoor of naar daar? Je kunt kiezen, maar rechtdoor is wel de mooiste toer. Hoe ver ga je eigenlijk? Heel ver. Nee. Je kunt eigenlijk om dan langs daar terug uit. Als je door het voetbalveld gaat. Oh ja, als er weer van die flauwe gasten die zeggen, hey, kanker 7, en dan in het midden weer naar mij uitsteken. Dan zijn we goed bezig, hoor. Wacht, hè. Komt niet? Nee, als ik lastgereden word, dan is het maar zo. Ja, zo naar huis. De Zwanenstraat en de Eendestraat. En waar ligt de Eendestraat en waar ligt de Zwanenstraat? Want dan staat er allebei. Ja, ja. Er staan twee borden, hè? Maar welke stad is dat nu? Van die weg of van deze weg? Mensen, los dat eens op. Daar staat Eendestraat en Zwanenstraat. Welke stad is dat dan? Laat mij dat eens weten in de comments. Want ik en Javan en Elias komen er niet onderuit. Ja, dit is de Eendestraat. Mijn vriend woont hier. Daar staat ook Zwanenstraat. Ja, maar de Zwanenstraat is... Daar staat Zwanenstraat in die kant. Ja, we hebben die... Toch niet aan deze kant. Nee, maar ze hebben dat bordje schaak omgedraaid. Dat doen er nog meer. Staat wel redelijk scheef, dus kan wel. Ze hebben dat zo omgedraaid. En je bent zeker dat je een people woont die mij die nu kent? Allee. Nee, die mij kent. Niet jou, man. Ik zeg je toch, u kent? Ah, oké. Okay. Waarschijnlijk kan ik zo die vlog editen en dan hoor ik in Insta dat ik mezelf zie. Dus mensen, als u deze schoonheid op de beelden wilt, laat het weten in de comments. Ik ben fotomodel Steven Vos. Mensen, neemt dat niet serieus, hè. Wat is het? We zijn al niet aan het voetballen, dus ze kunnen mij al niet herkennen. Heb je de toren nog gezien, jongen? Wacht. Oh ja. Als ik dat zo doe, ik ga eens... Nee, je ziet het niet. Als ik hem zo laag hou, niet. Ik zie het, jongen. Dat zie ik bij mij. De toren ook niet zien, man. Zie, als ik hem... Waar is dit hier? Dat is dat dak daar. Goed op, hè. Lekker. Zeg, Pipo, rijdt dus ergens anders. Ja. Zie, Javan, dat is dat huis daar waar je... Oeh. Ja, daar ergens. Dat is dat dak daar, dus je ziet geen toren niet bij mij. Als ik hem laag hou, als ik hem zo ga houden, ja, dan zie je het dus wel. Dus mensen. Hoe is uw dag al, Elias? Mijn dag gaat goed. Dat is goed om te horen. Wat zijn jullie aan het doen? Ook aan het vloggen, maar ik spreek dat in. En de vlog komt op TikTok of op YouTube? YouTube. Op YouTube, ik zal hem ook in mijn beschrijving, in rechts in het i'tje zetten. Hier rechts in het i'tje. Want anders moet ik dat op mijn eindscherm zetten. Dat vind ik niet mijn leuk. Mijn vlog van nu komt online om 3 uur. En morgen komt ook nog een vlog online om 3 uur. Ah, dus dan morgen, die van vandaag, komt van om 3 uur online. Ja. En die van morgen, die je vandaag opgenomen hebt, komt morgen. Oh, amai, dat is ingewikkeld. Jezus, wat een boterham. Maar ik ga ze wel allebei bekijken, maar mooi gerust dan zijn. Zeg, welke people heeft zijn schoenen hier hangen? Ik kan dan toch eens zien welke maat dat erop staat. Wie is mijn maat? Zeg, weet er iemand wie zijn schoenen dat zijn? Laat dat eens in de comments weten. En ze beschouwen niet eens. Dat zijn mijn schoenen, wat hangen die daar te doen? Zie hoe schoon weer dat hier is. En nu zien we eigenlijk, komen we eigenlijk uit op een pad waar mensen kunnen leren rijden. Dat zal ik jullie nu laten zien. Oké, ik moet dat inzoomen denk ik. Zie, ze zijn aan het leren rijden daar. Super, super goed bezig mensen die daarin zitten. Deze is even een video, hè Eli? Ja. Eli Daily, sorry. Ze waren er juist een foto van ons aan het trekken en dat is zonder te vragen en dat doen we niet. Dat is de bang voor dezelf aan te vragen, vind ik. En dan zijn het ook de bang, zeggen dan. Voilà, dus mensen, hou op met deze met
foto's van iemand te trekken als je het niet gevraagd hebt of als je bang bent. Vraag het tenminste. Het eerste, hier loopt het ook dood, dus het is hier. En dan zullen de tweede een hater. Voilà, dat vind ik dus ook. En mensen, dit stukje komt in mijn vlog, dat mogen jullie gerust weten. Oh, wat zijn we toch weer mooi aan het wandelen. Blablabla. Wacht even, hoe lang is het nu nog om naar huis te gaan ongeveer? Niet, ja, als je door dat bos gaat en je blijft de weg die ken volgen, kom je er redelijk snel terug uit. Ai. Want hier gaat een gebied, op het einde van deze straat gaat een straat in en dan komt dat hier achter deze huizen uit. Deze huizen dus. Ja, ja. Oh ja, die mensen die gaan nu gezien hebben dat ik aan gefilmd heb. Ja, je gebied, kan misschien in deze straat al gaan. Nee, maar dat is een doodlopende straat. Die komt ook niet in dat bos uit. En dat is ook geen straat, dat is een zandpad. Die naar deze huis leidt. Ah, cool. Hè. Hey mensen, we zijn aan het wandelen en we komen hier ineens een heel mooi huis tegen. Een speciaal huis, zie maar. Ja. Zie maar, hoe schoon. Echt een heel mooi huis. En we zijn bijna terug thuis. Denk ik. Ik weet het niet hoe lang dat dan nog is, maar dat is niet ver. Maar we gaan zoiets morgen een bos. Nu komen de foto's die we juist getrokken hebben, komen nu in beeld. Hopelijk vonden jullie de video leuk. Laat het dan zeker weten in de comments. Ga ook zeker even in het begin van de video op het i'tje klikken. Dan kunnen jullie verder klikken naar de vlog van Elias. Dus veel succes ermee en dan zie ik jullie in een volgende vlog. Shadow!